behoudt de gele trui. Beste Nederlander is Laurens ten Dam. In Reims hebben de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel herdacht dat beide landen zich een halve eeuw geleden met elkaar hebben verzoend. 17 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Lang leven de Duits-Franse vriendschap. Met die woorden onderstreept bondskanselier Merkel nog eens de bijzondere relatie tussen beide landen.